Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Libelle Challenge. Mijn naam is Lotte en in deze vlog ga ik een toch wel omstreden dieet proberen, namelijk het 3-Day Military Diet. Het Military Diet is een dieet dat eigenlijk maar 3 dagen duurt. En je eet in die 3 dagen per dag zo'n 600 tot 800 calorieën. De rest van de week eet je weer normaal. Het idee is dat je zo een calorietekort creëert, waardoor je volgens de makers van het dieet 4,5 kilo gewicht zal verliezen. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd of dat het geval is en ga de uitdaging dan ook aan. Kijk je mee? Zoals je hebt kunnen zien heb ik het dieet 3 dagen gevolgd. Inmiddels is er alweer een week voorbij. Voordat ik ga vertellen wat het allemaal met mijn lichaam en gewicht heeft gedaan, wil ik benadrukken dat ik geen voedingsdiëtiste of huisarts ben. Dus ik kan niet bepalen wat voor iemand anders goed en gezond is. Dus ik wil je dan ook aanraden om, als je wil afvallen, dit altijd in samenspraak met een diëtiste te doen. En natuurlijk om altijd goed naar je eigen lichaam te luisteren. Ik moet zeggen, toen ik eraan begon, dacht ik dat het wel mee zou vallen. Ik had het eigenlijk onderschat en de eerste dag viel het ook al mee. Ik merkte wel dat de lange tijd tussen twee maaltijden zat, zo'n 6 à 7 uur. En dat ik dan wel trek kreeg, maar eigenlijk was dat allemaal prima vol te houden. De tweede en derde dag merkte ik toch wel dat ik wat voedingsstoffen tekort kwam. Dat merkte ik aan lichamelijke symptomen als hoofdpijn, honger, misselijk. En ik sliep ontzettend slecht. Ook mentaal merkte ik dat het dieet wel iets met mij deed. Zo was mijn concentratie best wel slecht de tweede en derde dag. En de focus lag heel erg op eten. Dus het leek net alsof heel de redactie heel de dag aan het snoepen was en aan het genieten van allerlei lekkere dingen. Een collega trakteerde op zakken chips waar iedereen van genoot. En hoewel ik niet zo'n chips mens ben, kon ik toch nergens anders aan denken. Dan merk je toch wel dat hongerlijden niet altijd efficiënt is. Na die 3 dagen was ik zo'n 1,5 kilo afgevallen. De rest van de week kon ik weer normaal eten. En toen had ik ook een paar dagen vrij. Dus ik ben lekker gaan barbecuen en ook weer wat wijntje en biertje gedronken. En toen zat er dus weer een kilo aan. Dus ja, per saldo ben ik wel 1,5 kilo afgevallen. Maar de manier waarop zou ik niemand aanraden. En ik denk persoonlijk dat als je een week lang wat gezonder eet en wat minder eet dan normaal, en daarbij sport, dat je die 1,5 kilo ook verliest. Wat wel positief was en wat ik ook wel even met jullie wil delen, is dat je met het dieet geen calorierijke dranken mag. Dus alleen maar water, zwarte koffie en thee zonder suiker. En ik merkte dat ik daardoor heel erg bewust werd van hoeveel frisdrank ik eigenlijk drink. En dat dat helemaal niet nodig is en dat je daar ook eigenlijk geen behoefte aan hebt. Dus dat ga ik wel doen. Ik ga wel minderen met frisdranken, maar wat eten betreft hou ik het gewoon bij een gezond eetpatroon. Vond je deze video nou leuk? Geef hem dan een duimpje op Facebook. En laat vooral in de reacties op Facebook even achter wat jij vindt van dit dieet. Zou je het zelf doen? Waarom wel of waarom niet? En heb je misschien een beter alternatief voor een ander dieet? Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.